jaar. Energieprobleem is van de baan. Door een ingenieur van TNO. Want die heeft een uitvinding gedaan. Een auto rijdt nu ook op H2O. Maar je vraagt je af hoe het bestaat. Hoe die hem op je neven lopen laat. Denken aan de pompen zijn niet bij. We denken nu alleen nog in de slijterij. Afijn, afijn, hij rijdt weer als je trein. Onze auto rijdt op alcohol. Denken doen we aan de bar. Nooit meer denken we benzine. We gooien een borrel in de kar. En op de vraag, meneer, wat zal het zijn? Wordt er geen super of normaal getankt? Het is oud of het is jong wat hij nu schenkt. Maar er is één ding wat ik niet snap. Wat zegt nou de politie van die grap? Want we hebben jarenlang geleerd. Geen alcohol meer in het snelverkeer. Hafijn, hafijn, hij rijdt weer als je trein. Onze auto rijdt op alcohol. Denken doen we aan de bar. Nooit meer denken we benzine. We gooien de borrel in de kar. Onze auto. We gooien een borrel in de kar. Onze auto.